Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin. Ik ben bestuurskundige en schrijver. Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever de podcast. Fear of missing out is, heeft te maken met controle. Er ja. gebeurt iets waar jij niet bij bent. Klopt. Dus je wilt erbij zijn, zodat je kan controleren en kan zien wat er allemaal gebeurt. Ja. Zodat je dan zeker weet dat je wel of niet iets hebt gemist. Wat ik daarvan heb geleerd, echt al jaren geleden, is dat geen zin hebben. Perfecte een, reden. Een perfecte reden is, rede is ja. om iets niet te doen. Ja. Hallo luisteraars en hallo Lars, welkom. In een andere locatie. Dit Op een keer. andere locatie inderdaad. We hebben besloten. Met te gaan opnemen bij mij thuis in plaats van bij jou. Ja, is toch gezelliger? Is inderdaad gelijk <laughs> een klein stuk gezelliger. Gaat het ook gelijk een stuk beter podcast worden? Nee. De reden is onder andere dat ik iedere keer mijn laptop moest meesleuren naar jou. En uh, jouw vriendin, uh, die moest elke keer weg als wij de podcast gingen opnemen. Ja. En uh, dat werd op een beetje vervelend. Dus we hebben besloten het bij mij thuis op te nemen. Ja. Dus luisteraars, mocht je een iets ander geluid horen, wat meer galm bijvoorbeeld, dan weten we hoe het komt. Maar ik ga het er allemaal uitproberen te bewerken. Nou, welkom bij deze laatste aflevering van het Drieluik over overspannenheid. Ja. Nog gelijk de laatste aflevering voordat we twee weken op vakantie gaan. En daarbij, luisteraars, wij verloten op 1 mei. Verloten wij een prijs onder onze de aanmelders voor onze nieuwsbrief en dan gaan we ook uh, meteen onze eerste nieuwsbrief versturen ja. met daarin ook de winnaar. Dus meld je nog voor 1 mei aan voor de nieuwsbrief op gezwevendepodcast.nl/slash nieuwsbrief en dan ga je misschien wel een prijs winnen. Nou, laten we beginnen. Ja. De eerste aflevering van de drie-luik ging over het probleem, over de probleemomschrijving van het probleem over spannenheid. Ja. De tweede aflevering van anderhalve week geleden, volgens mij, ging over de oorzaken ja. van burn-out/overspannenheid. En ik denk dat we vandaag ook maar burn-out en overspannenheid even op één hoop moeten ja. gooien. Omdat ja. het zijn, zoals dus je in af, als je aflevering 1 hebt geluisterd, dan weet je dat het twee verschillende dingen zijn. Verschillende fenomenen zijn. Maar we, voor het gemak, gooi het maar eventjes uh, op, op één hoop. Vandaag ja. burn-out/overspannenheid. In de vorige aflevering, aflevering 2, hebben we dus een model van Christina Maslag... uiteengezet. Zij is een onderzoekster... die heeft jarenlang... doet al jarenlang, en decennia lang... zelfs al onderzoek naar burn-out. Zij heeft... een model neergezet, het Areas of Work Life... model, waarbij zes gebieden... worden onderscheiden... waarop burn-out kan ontstaan. Ja. Dus luisteraar, als je die nog niet, nog niet... geluisterd hebt, echt een aanrader... om ook vooral die aflevering te luisteren. Want ja. we bouwen daar vandaag namelijk op voort. Vandaag nemen wij namelijk... vier van die gebieden uit dat model. En we gaan eigenlijk kijken wat wij hebben gedaan, Lars en ik... om onze eigen bur uh, burn-out of overspannenheid te verminderen. Ja, aan te pakken, ja. Aan te pakken, inderdaad. Ja. Dat is een betere vervorming. Want wij hebben daar allebei namelijk, uh, zoals de luisteraars weten... die de eerdere aflevering hebben geluisterd, we hebben daar allebei last van. Dus de vier gebieden uit dat model waar wij het over gaan hebben zijn... Werkdruk, controle, beloning en waarde. Ja. Waarbij we dus gemeenschap en eerlijkheid even vandaag niet behandelen. Dat komt omdat wij daar na goed nadenken, achter zijn gekomen dat het daar bij onze problemen niet echt zaten. Maar wel bij werkdruk, controle, beloning en waarde. Ja. En nou dan gaan we dus vandaag mee of gaan we, het, gaan we kijken wat wij hebben gedaan op die vier gebieden. Om ons uh, overspanning aan te pakken. Ja. Zou je misschien eerst iets willen vertellen over jouw eigen overspanning? Hoe, hoe, hoe zag dat eruit? Ja, het is natuurlijk moeilijk om, om, om aan te wijzen wanneer het begint. Want het, het laat zich subtiel. Het uh, toont zich ja. subtiel in je leven al een heel stuk eerder ja. voordat je er lichamelijk echt last van, uh, van krijgt. Ja. Um, nou, dus, want, hoe, want hoe toont zich dat dan? Want dat is misschien ook wel goed voor de luisteraar om te weten. Nou, we hadden het de vorige keer hadden het over dat, dat, het gevoel voor, tenminste empathie, dat dat omlaag gaat. Ik denk dat het voor mij empathie was niet echt het probleem, maar ik werd cynisch. Cynisch, ja. ja. Um, dat is ook trouwens ook Christina Maslach het in haar model ja. noemt cynisme. Ja. Ja, dat ja. je cynisch wordt ten opzichte van je werk of andere mensen. Ja, klopt. Ja, ja cynisch tegenover, uh, tegenover het leven. Dan moet je niet gelijk het heel zwaar maken. Uh, maar ja, cynisme is gewoon het, het beste woord om, om te gebruiken. Uh, en misschien ook wat, wat gevoellozer. Uh, empathisch, minder empathisch vind ik dan net iets te krap. Maar gevoellozer. Ja. Dat, dat waren voor mij wel de, de punten de, waarbij ik op een gegeven moment, als ik terugdenk, aan kan. Kon merken en nu kan merken wanneer ik weet dat het wat slechter uh, met me gaat als het gaat om stress. Ik dacht altijd dat het een beetje een onderdeel was van mijn persoonlijkheid. Ja, je, uh, gaat, je gaat eigenlijk bijna denken dat het normaal is. Ja, hè? ja klopt. Daarom ja. is ook de titel van onze eerste aflevering is een Genormaliseerd ja. Probleem'. Ja, ja. Je, je denkt dat het erbij hoort, dat het zo hoort. Ja, dit, ja, dat dit, kan... het, dit is het volwassen leven, denk ja. je dan? Ja. ja, ik vertelde laatst bij een, een, een andere podcast over dat ik ja, soms best wel cynisch ben, ben aangelegd. Terwijl ik daarna eigenlijk dacht van... Ja, dat valt, valt eigenlijk wel mee. Ja, dat is ook eigenlijk, als, zoals ik jou ken... jij bent eigenlijk helemaal niet cynisch nee, aangelegd. Nee, jij nee. bent juist iemand die altijd heel erg... dingen juist heel erg leuk kan inzien... Ja. en het ook leuk kan maken en dergelijke. Dus nou, eigenlijk ben je helemaal nou, niet cynisch aangelegd. Nee, nee, klopt. Nee, en dacht ik altijd... Nou, op de betere dagen kan ik... Op een hele intense en mooie manier de waarde van het leven zien. Terwijl ik eigenlijk dan denk van ja, maar dat, dat, dat zou eigenlijk de normale gang voor mij van zaken moeten zijn. Waarom? Omdat op die dagen, als, als het dan echt gewoon goed ging en dan minder gespannen was, uh, dat ik me ook meer mezelf voelde. Dus dat cynisme en, en toch meer dat. Ja, toch wel gevoelloosheid, dat was wel vaak. Cynisme was dan wel echt erg. Dat, dat, was, dat waren de eerste tekenen. Ja. En op een gegeven moment, ja, weet ik, wakker s'nachts door paniekaanvallen, druk op de borst, hyperventilatie. Dat was echt, dat was echt eng. Ja. Ik vond dat echt. En het, het grap, nou, grappig is het niet, maar ik had het er uh, gisteren met iemand over. En die herkende dat dus. En die zat gelijk van: oh. Is dat Als, niet normaal dan? Nee, nou ja, hij, hij kwam meer tot de conclusie van volgens mij zit ik dan al over die grens heen. Ja, en die, die, vond dat, die schrok er wel van ja. om, om dat, uh, dat te horen. Je merkt, je merkt toch, echt wel een, toch echt wel een gebrek aan bewustzijn ja. bij mensen. Ja. Zoals ik net al zei, het is echt een genormaliseerd probleem. Ja. Het wordt als iets normaals gezien. Van ja, dit hoort toch bij het, normale, het, moderne, het moderne leven. Het volwassen leven. Nou, ook nee, ja, wel, bij het moderne, leven, leven, het moderne goed, leven, ja. maar het leven. Maar het volwassen leven hoort het toch bij dat je je moe voelt. En dat je. Druk voelt en dat je piekert over zaken. Ja. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo hoort te zijn. Nee, nee je ziet inderdaad bij heel veel memes van de, eh, waar we dan wel grappig over wordt gedaan. De, 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 de aspecten of de signalen waar, waarin het zich toont dat je volwassen wordt. Is dat je eigenlijk bij, en bijna nergens energie voor hebt. Ja. Dat je continu moe bent. Precies. En eh, ja, dat, dat, dat is wel het, het stereotype beeld, terwijl het inderdaad niet klopt. Ja. Dus het denkt dat moet niet kloppen. Ja, wij hebben, hier, wij hebben het hier natuurlijk de afgelopen tijd heel vaak. Over gehad. Het ja. is ook interessant voor de luisteraar om te kijken op die vier gebieden: dus werkdruk, controle, beloning en waarde. Ja. Waar jij eh, onder andere ook in gesprek met mij achter bent gekomen waar het, waar het probleem is ontstaan en ja. hoe je dat dus ook hebt kunnen oplossen. Ja. Mijn ervaring met overspanning was aanzienlijk minder dan die van jou. En dat komt, denk ik ook, zoals ik ook in de vorige aflevering heb gezegd. Dat je idee een toffe jongen bent. Omdat ik jou ja, ook een, goed. goeie, <laughs> <laughs> een hele goede hele stoere jongen bent. Dat sowieso. Um, omdat ik er denk ik, voordat het echt fout ging, bij was. Ja. En dat komt onder andere door bewustwording, omdat ik door mensen om me heen een goede vriendin van mij heeft, is, heeft echt een burn-out gehad. Ja. Dat ik daardoor op een gegeven moment vroegtijdig al dacht van, dit gaat, als dit nog een maand of twee doorgaat, dan is het echt te laat. Ja. Wat ik ook heel erg merkte was, uh, heel erg vermoeid als ik thuis kwam van mijn werk ging ik op de bank zitten, kwam ik er eigenlijk niet meer vanaf. Ik Ging ja. om negen uur naar mijn bed, slecht slapen, veel piekeren, veel bezig in mijn hoofd met mijn werk, waardoor ik uiteindelijk ook geen plezier meer had in mijn werk. En dat is dus dat sluit hem aan bij dat cynisme. Ja. Dus dat herken ik ook heel erg uh, van jou. Ik denk alleen wel dat als het echt langer mee door was gegaan, nou kijk, hartkloppingen bijvoorbeeld. Ik heb nooit echt hele harde hartkloppingen gehad. Maar ik heb wel gehad dat ik s'nachts wakker werd en dat, dat ik echt paniekgevoel in mijn borst had. Ja, dat is. Uh, ja, ja dat, dat, precies. Dat is eigenlijk wat jij omschrijft. Ja. Maar. Ja, maar dan. Ja, ja. misschien dat, dat, dat is dan. Je begon net erover te zeggen dat je het niet zo heftig. Nou, inderdaad heb je het dan niet zo heftig gehad. Maar als je dat hebt gehad al, dat je dat paniekgevoel ja, als je ja, dan wakker schrikt, ja. dan ben je toch, dan ben je toch wel al, uh, ja, misschien toch wel, toch wel ver over die grens heen ja. uh, gegaan. Hoewel als jij het omschrijft dat je echt heel veel moeite hebt om jezelf tot rust te brengen en zo, ja. dat dat komt bij mij nog wel enigszins. Ja. Dus dan. Uh, dat bedoel ik met dat het voor naar mijn idee nog niet, of gevoel nog niet te ver was. Maar, ja, maar, dat, maar dat, dat komt ook denk omdat we qua persoonlijkheden ook wel heel erg uh, in dat opzicht anders ja. zijn. Ik ben in dat opzicht toch wel meer zenuwlijker dan, uh, dan, 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 dan jij. Ja, misschien wel. Ja. Maar dat is dus, dat misschien wel. Maar dat is ook bij mij niet van de een op de andere dag gegaan. Nee. En daarom is het nu goed uh, om over die vier gebieden te gaan praten. Want. Laten we beginnen bij werkrust. Ja hoor. <laughs> <laughs> Juist nu dus. Die laten we werk... erin. erin. <laughs> ja, precies. Werkdruk. Ja. En wij gaan steeds de transfer maken naar want het model Areas of Work Life. Het zit al in de naam, gaat over gebieden. Of wer, uh, zes werkgebieden, waar burnout kan ontstaan. En wij gaan de transfer, de vertaling maken naar ook aspecten buiten ons werk. Omdat wij daar eigenlijk achter zijn gekomen in ons gesprek dat. Burn-out niet alleen maar ontstaat op je werk, dat het ook met andere aspecten in je leven te maken heeft. Ja. Wat het ja, uiteindelijk allemaal een synthese vormt ja. en dan burn-out wordt. Ja, en ook denk ik dat het vroeger overspannenheid ook direct meer gelinkt kon worden aan werk. Terwijl ik denk dat het moderne leven, ook met smartphones, natuurlijk, daar gaan we het ook weer over hebben. Uh, altijd weer die verdomde smartphones. Ja. Dat, dat dat toch. Met elkaar in elkaar overgaat. Ja, precies. Het, het, het loopt. Ja. Ja, anders wordt het anders benadeert het te, te mechanisch. Ja. Terwijl het niet alleen door werk komt. Het Klopt. komt door hoe je in je hele leven, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dat is ook de conclusie uiteindelijk denk ik van deze wat gaat het worden van je aflevering. Ja. Burnout out ontstaat door je gedrag in je hele leven. Niet ja. alleen maar op werk. Ja. ja, en dat je houding op je werk ook vaker. Een houding is die je ook meeneemt in je, in je persoonlijke leven. Ja. en die grenzen die zijn natuurlijk vervaagd. Dus ja, meeneemt en, of sorry, of, ja. of andersom, hè. Dat ja. je wat je in je persoonlijke leven hebt, dat je dat meeneemt naar je werk. Ja, ja, ja. Daarom is ook mensen die met een burn-out bij een therapeut komen, dat, dan gaat het niet alleen maar over hoe, wat gebeurt er op je werk. Maar dan komen natuurlijk alle andere problemen uit het hele ja. leven. Naar boven. In ja. ieder geval, oké, okay, werkdruk. Ja. Hoe heb jij, wat was jouw ervaring daarmee met werkdruk en. Hoe heb je dat opgelost? Dat het goed is om te be beginnen met dat het altijd werkt. Het is, het, het blijf, je blijft eraan werken. Dus voor mij is het nog niet echt een oplossing geweest. Dat is niet een, een, een definitieve oplossing. Het is dat, dat we eraan blijven moeten werken. Het is voor mij dan. En hoe ik dat zelf heb ervaren. Is dat ik vooral zelf het probleem was. Ja, jij, jij was degene die werk naar je toetrok. trok. Ja, ja, want we hadden natuurlijk de, de gemeenteraadsverkiezingen in de campagne. En het was, dat was echt was heel veel werk. Echt heel veel. Maar dat kwam ook omdat ik heel veel inderdaad naar me toe trok. En ook veel meer van mezelf verwachtte dan, dan nodig was uiteindelijk. En, we, en kun, je concreet, kun je een concreet voorbeeld geven voor de luisteraars? Wat dan zoiets is wat je naar je toetrok wat eigenlijk niet nodig was? Nou, ik was verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten, of het nou uh, posters waren, advertenties, uh, sociale media en dergelijke. Dus daar was ik verantwoordelijk voor. Maar dan wilde ik dus ook naar me toe trekken hoe, hoe het dan werd geplaatst, wanneer het werd geplaatst. Ja. ja. Um, het nou, dat het bestellen, niet jouw verantwoordelijkheid was. Ja, bestellen van die advertenties en zo. Ja, ja, daar heb ja. ik gewoon naar me toe getrokken. En op een gegeven moment was ook de verwachting... dat ik daar verantwoordelijk voor ja. was. Maar ja, dat want, deed ik zelf. Ja, precies. Want wat op een gegeven moment gecreëerd wordt... is dat andere mensen... jij gaat het allemaal doen. Dus ja. dan denken ze, nou oké, okay, ja, prima. Ja, ja. ja. Terwijl het, ook later... Dat, je vraagt van hoe ik dat opgelost heb. Is die verwachtingen die ik voor mijzelf heb... en duidelijk hebben voor mijzelf... Ja. maar ook bespreken met mijn werkgever... Ja. En dan kom je erachter dat daar gewoon een kloof tussen zit. Op een positieve manier voor mij dan uiteindelijk. Want je kan natuurlijk een, een werkgever hebben die eigenlijk veel meer verwacht dan, dan proportioneel is. Maar ik, ja, ik, ik kwam erachter dat, dat ik gewoon veel te veel van mezelf verwachtte en verlangde dan nodig was. Ja, dat is ook wel wat ik herken. Want jij was. als wij dan de podcast gingen opnemen, dan was je net een uh, kwartier daarvoor nog aan het werk geweest thuis. Dat was altijd uh, tien ballen tegelijk aan het ophouden. Ja, ja, ja. ja. En, en, maar wat er ook het nadeel is van te veel dingen tegelijk doen. Tenminste bij mij, laat ik voor mezelf spreken. Je hebt mensen die dat beter kunnen. Hoewel ik erover twijfel hoe goed mensen überhaupt zijn in multitasken. Ja, ik geloof ja. daar niet echt in. Maar hoe meer dingen je tegelijk gaat doen, hoe meer je het gaat afraffelen en fouten ja, gaat maken. Klopt. Waardoor je er steeds weer meer achteraan ja. moet zodat, om, om het goed te houden. Ja. En dat is het probleem. Ja. Mijn eigen ervaring daarover, ik trok in zoverre werk naar me toe, doordat ik altijd kwaliteit wil leveren in mijn werk. Ik wil altijd kwalitatieve, heel erg hoge lessen leveren. Waardoor ja, automatisch meer werk naar me toe ja. trok. En de oplossing daarvoor ook. Want jij zegt dus dat je hebt gecommuniceerd met je werk en dat jij daar eigenlijk achter kwam. Dat jij veel meer deed dan van jou werd verwacht. Dus ja. dan, dan is dat vrij snel opgelost. Omdat je dan ook nu makkelijker tegen jezelf kunt zeggen. Dit ga ik niet doen. Ja. Wat ook zo kan zijn. Want dat is de ervaring die ik heb gehad. Is dat je op een gegeven moment tegen je collega's zegt. Wat jij mij nu vraagt om te doen. Ga ik niet doen. Want dat is niet mijn taak. Ja. Dat je daar problemen mee krijgt. Ja. Dat heb ik dus daadwerkelijk meegemaakt. Wij, ja. hebben, in, wij hebben een takenverdeling. Uh, de een doet dit, de ander doet dat. En als mij dan wordt gevraagd, kun je dit doen terwijl dat niet mijn taak is? Ja. En ik zeg dan nee, sorry, dat ga ik niet doen. Dan kan het zijn dat je dus collega's hebt die daar heel vervelend op reageren. Ja, klopt, klopt. Ja. Dus dat is, dat is wel ook voor de luisteraar, daar moet je je ook bewust van zijn. Um, dat dat kan gebeuren. En wat is daarbij dan dus heel belangrijk, en dat zei je net ook, dat je goed voor jezelf duidelijk hebt. Ja. Wat is mijn taak en wat niet? En als dat vaag is of als je daar onzeker over bent, ja. dan voel je ook niet de zekerheid om bij bepaalde, als iemand jou vraagt iets te doen, te zeggen: Nee, dat ga ik niet doen, want dat is niet mijn werk. Ja, en werken eh, als modus operandi vaagheid hebben, dus eigenlijk nooit goed voor jezelf en voor je collega's en voor je werkgever duidelijk hebben wie waarvoor verantwoordelijk is. Uh, is aan zich al een heel moeilijke manier van werken. Want je bent continu aan het twijfelen, continu aan het ja. nadenken. Ja, uh, ik ben continu aan het twijfelen. Heb ik wel het recht om hier nee op te zeggen? Ja, precies. En dat kan dus ook in een gesprek met je werkgever heel duidelijk worden. Dat je zegt, het is mij niet duidelijk genoeg wat wel en niet mijn taak is. Ja. En als in dat gesprek er dan achter komt dat zij veel meer verwachten dan waar je je nu betaald voor krijgt en dergelijke, dan wordt dat, wordt dat uh, expliciet. Maar ja. als je dat impliciet houdt, ook vanuit eigen onzekerheid, dan, ga je, ja, dan zeg je op veel ja, terwijl het niet jouw taak is. Ja. En dat zul je ook wel herkennen. Het zijn vaak korte taken, korte taken. Ja. Maar heel veel korte taken hebben betekent dat je heel veel moet doen. Ja. En dan, ja, dan ben je er alsnog gewoon uren aan kwijt. Ja. plus het fijn natuurlijk dat je nooit als je zo'n kort taakje hebt, hebt volbracht of hebt uitgevoerd dat je dan direct daarna ook klaar bent met het taakje. Want je bent in je hoofd daarna ja, nog steeds precies. mee bezig. Precies. Uh, dus het is niet gelijk een harde grens van... oh, ik heb nu rust. Ja. Nee, je blijft ermee bezig. En als het ja. elkaar elke keer weer, ja. als elkaar elke keer weer, weer opvolgt... Ja. De tip die we wat wij dus hebben gedaan en die we ons luisteraars willen meegeven is: heb duidelijk voor jezelf wat jouw taak is. Ja. heel cru gezegd, heel zwart-wit: waar krijg je voor betaald? Maar dat is het niet per se. Dat is het niet per se. Het is nou, het, het, is, het is een handige manier ja. om alvast ermee te beginnen, om ja. voor jezelf die Precies. grenzen ja. En dit, dit betekent overigens ook niet dat je nooit een keer een taak kan doen wat buiten het takenpakket valt. Dat ja. is het helemaal nee. niet, maar het gaat erom. Heb duidelijk voor jezelf, wat is mijn taak? Wat wordt van mij verwacht? Wat is mijn werk? Ja. En durf daarbij dus ook nee te zeggen. Ja. En je komt er ook achter dat mensen daar over het algemeen heel positief en goed op reageren. Over het algemeen wel, ja. ja. Niet altijd, maar dat is, dan, dat is dan echt het probleem van de ander. Ja, ja. ja Dat vind ik echt, dat ja, is, daar klopt. ben ik heel simpel ja. in. Dus. Maar hoe zou je dit willen vertalen naar een... een, een meer persoonlijkere uh, context. Ja, um, de, de... de sociale context buiten werken. Ja. Nou, ik denk dat we dat, dat, dat was dus de volgende stap die ik wilde, wilde maken: dat we dat moeten gaan koppelen uh, ook aan controle. Ja. Aan het tweede gebied. Omdat het daar bij mij echt heel duidelijk naar boven komt. Ja, dat nou, is goed, goed begin ja. Waar ik achter ben gekomen na het opnemen van onze. Aflevering van de drieluik luik is dat controle bij mij. Dat daar ik denk dat daar bij mij echt de, de grootste oorzaak van de overspannenheid ligt, omdat ik heel erg veel controle wil houden op wat mensen van me denken. Ja, en hoe mijn lessen verlopen, wat ik vervolgens ook koppel aan wat mensen van mij denken. Want als leerlingen. Goed over mij denken, zullen ze niet de les verstoren enzovoorts. Dus controle. En waar ik achter ben gekomen is dat, dat controle op werkgebied zich ook uit in relaties met vrienden ja. en familie. Onder andere door bijvoorbeeld overal bij te willen zijn en heel erg veel last hebben van FOMO, fear of missing out. Ja. Fear of missing out is, heeft te maken met controle. Er ja. gebeurt iets waar jij niet bij bent. Klopt. Dus je wilt erbij zijn zodat je kan controleren en kan zien wat er allemaal gebeurt. Ja. Zodat je dan zeker weet dat je wel of niet iets hebt gemist. Ja. Dat heeft allemaal met controle te maken. En daar ben ik heel erg achter gekomen dat controle proberen te houden over de gedachten van andere mensen. Het gedrag van andere mensen, of dat nou dus leerlingen zijn of vrienden. Dat, heeft bij mij, dat, dat leidt uiteindelijk tot overspannenheid en ja. uiteindelijk ook tot burn-out bij mij. Ja. Dat heeft bij mij echt heel erg uh, heel erg meegespeeld. Ja. ja, en je ziet, je ziet natuurlijk ook dat je tegenwoordig geconfronteerd wordt. Veel meer geconfronteerd wordt met ja. waar je niet bent geweest of ja, waar je ja, niet ja, hebt kunnen ja, zijn. Ook een van de redenen, trouwens, was ook gelijk nog een tip voor, mijn, uh, voor onze luisteraars. Een van de redenen waarom ik dus mijn afleidende apps van mijn telefoon heb verwijderd. Ja. Wat, uh, wat je kunt horen in de drie luiken over smartphoneverslaving. Ja. Wat we ook hebben opgenomen. Ja. En dat ik ook geen Facebook meer heb. Of ander, überhaupt andere sociale media. Dat heeft precies daarmee te maken. Ja. En, en tot uiting natuurlijk. Want we hadden van de week hadden we een borrel met wat vrienden. En ik heb jou natuurlijk gewoon ge En toen ben je gewoon meewezen wezen borrelen. Uh, je, je mist ook niet de belangrijke dingen. Nee. Daar kom je dus achter. Ja, precies. Uh, en je merkt ook dat het heel. dat het echt in, in, je, in je hoofd zit. Als je gewoon minder ziet. wat je hebt kunnen missen. of wat je hebt gemist. Ja. waar je allemaal niet bent geweest. dan. die angst is gewoon weg. Ja. En je kan ook ineens duidelijk zien. dat het in je hoofd zit. Ja. Dat, dat het geen waarde heeft verder. Nee, precies. En die controle dus loslaten. want dat is natuurlijk. Bij mij die smartphone, die, die apps verwijderen. Dat is, dat is controle loslaten. Ja, klopt. Dat is vertrouwen hebben in dat het wel goed komt. En ja. wat ik nu zie gebeuren is, en dat is dus heel erg bijzonder, dat ik niks mis, wat jij net zegt. Ik mis niks. Echt niks. Nee, er is ja, geen, enkele, bent, uh... geen enkele situatie geweest dat mijn vrienden iets zijn gaan doen nee, en klopt. dat ik daar niet bij had kunnen zijn, ja. omdat ik het niet wist. En dat komt omdat ik vrienden heb die mij. Die mij sms'en of bellen. Ja. En dat is ook gelijk wederom een tip: ook voor de luisteraar. Als jij bang bent dat je als je niet de controle houdt, niets meer hoort van je vrienden, dan is de vraag: zijn het dan wel ja. vrienden? Vrienden, klopt. Zo simpel ja. is het. Ja, en, en wat, wat, wat ik ook wel bij jou zie, en dat is heel fijn, is dat je een, ook een rustiger en. Een leuker mens bent geworden, wilde ik zeggen. Uh, en wat bedoel, dat wat gaan bedoel we ik? Daarmee? Uit, dat gaan we eruit knippen dames en heren. <laughs> wat ik daarmee probeer pro bedoel te zeggen, is dat je die controle die zich ook uit in andere uh, uh, op andere momenten. Uh, ja. dat, dat is er niet. Nee. Dus je komt gewoon ik rustiger het, ja. over. Ja. Uh, en dat, dat luisteraars nu dat... niet denken dat hij een verschrikkelijk mens was of zo. Maar... Nee, 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 maar ik snap wat je zegt. Maar dat is echt een bewuste, dat is echt een bewuste keuze geweest. Ja. Maar dat komt ook. En dat komt ook omdat ik veel meer ruimte in mijn hoofd heb, omdat ik mezelf niet de hele tijd meer aan het afleiden ben met mijn smartphone. Ja. Daardoor heb ik ruimte om na te denken en te, te bedenken van waarom deed ik dit eigenlijk altijd? Dat was om controle te houden. Ja. En dat dus op mijn werk, zoals ik net zei. Ja. Wat heel erg vermoeiend is, geloof mij maar. Het is echt. Ongelooflijk vermoeiend om door alle leerlingen en collega's leuk gevonden te worden. Ja, zal je ook wel ervaring mee hebben. Maar dus ook op in mijn persoonlijk leven op, op sociaal gebied. En daar sluit trouwens meteen bij aan piekeren. Want wat is piekeren? Piekeren is een situatie waarin je een probleem in je hoofd ontwikkelt, of hebt. Of dat, er is ook daadwerkelijk een probleem, dat kan ook. Maar vaak is het: je ontwikkelt een probleem in je hoofd. En dan ga je proberen een oplossing te vinden... maar die oplossing kun je niet vinden... en dus blijf je de hele tijd ja. uh, rondjes draaien. Dat ja. is piekeren. En mijn therapeut van vroeger heeft ook wel eens tegen mij gezegd... piekeren is een verslaving. Ja. Als je mensen die verslaafd zijn aan piekeren... als zij niets hebben om over te piekeren... Ja. gaan ze iets zoeken ja. om ja. over te piekeren. Ja, 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 ja. En dat herken ik ook bij mezelf heel erg. Ook, ja. um, da Hoewel dat de afgelopen tijd echt, echt drastisch is verminderd. Ik pieker eigenlijk bijna niet meer... En, hoe komt dat? Omdat piekeren is een voorbeeld, is een uiting van controle, controle willen hebben. Controle willen hebben, ja. Er is een probleem, dus dan ga je er zo lang over proberen na te denken, piekeren totdat het probleem is opgelost. Ja. Die, die oplossing komt alleen nooit. Dat is, een, dat is het, het probleem. Ja. Maar dat is wel waar ik nu dus ook achter kom dat piekeren ontstaat door een behoefte aan controle. Ja, ja. In mijn meest slechte momenten in mijn leven zag mijn dag er letterlijk uit dat ik nadacht over wat ik had gedaan, wat ik aan het doen was en wat ik ging doen. Ja. Uh, heel gewoon heel de dag lang. Ja. Ja, en dat dat als je in zo'n cirkel belandt en het alles heeft natuurlijk invloed op elkaar, dan is het zo dodelijk vermoeiend. Ja. Had jij ook piekerde jij ook over wat anderen van je vonden? Ja. Ja, nee, Daar had ik bijvoorbeeld een feestje gehad of ja. een borrel of een, een diner en dan ja. was ik gewoon een sociale uh, situatie gewoon in mijn hoofd aan het afspelen. Ja. En dan was ik ook aan het nadenken over wat had ik anders kunnen doen. Ja. Hoe had ik anders ja. kunnen rekenen. Of, of waarom zei diegene dat ze.? Of waarom keek diegene zo? Enzovoort ja. Enzovoort. ja, dat ja. heb ik ook echt heel veel gehad. Ja, en dat is dat heeft. Ja, goed. Dat heeft natuurlijk niet alleen te maken met controle willen hebben. Maar ook naar een, nou, een koppeling van controle willen hebben. Uh, samen met een fundamentele onzekerheid die je dan hebt. En wat zich ook in ja, alles uit, ja. natuurlijk. Maar de, de, conc de concrete tip die er dan bij zit. is dat je dus die controle niet hoeft te hebben. Niet alles kan en moet je willen controleren. Nee, waar het op neerkomt is. Je zou jezelf eens de vraag moeten stellen. als jij veel controle wil houden. in sociale situaties. is dat wat je echt wil? Want wat dat dus zou betekenen. is dat zonder dat jij die controle hebt. men dus niet aan jou zou denken. Is dat, is dat een situatie waar je in zou willen leven? Of is het veel beter om. als dat daadwerkelijk zo is, dat dan maar te accepteren? Ja, ik denk dat het ook er. inherent besef bij moet, moet, moet zitten. dat. En dat je dat ook moet accepteren dat je niet zo heel erg belangrijk bent. Je bent een, je bent een volwaardig en 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 goed persoon. Ja. Maar je bent, je bent minder belangrijk dan de mensen vaak denken over zichzelf. Ja, maar en je, maar ik ben er dus achter gekomen dat door die controle los te laten, er nog steeds aan me gedacht wordt. Ja, ja. Door de mensen waar het mij om gaat. Ja. En dat ik nog steeds uh, leuke bijeenkomsten ja. heb op de momenten dat ik daar zin in heb. Als, als ik daarvoor gevraagd word of als ik zelf mensen daarvoor uitnodig. Dus concreet voor de luisteraar, ga bij jezelf te raden. Wil ik controle houden over situaties in mijn leven en waarom? En is dat wat ik wil? Of wil ik eigenlijk veel liever een situatie waarin ik dat niet hoef te doen en dat men vanuit zichzelf contact met mij opneemt? Dat ja. is eigenlijk de, waar het om gaat. Ja. En ik ben daar dus achtergekomen dat dat ook gebeurt en dat het eigenlijk veel leuker leven is zonder overal controle over te willen houden. De volgende is beloning. Beloning is op werkgebied dat je beloond wordt voor hetgeen wat je doet en dat kan financieel zijn, maar dat kan ook uh, dat je er bijvoorbeeld uh, voldoening uit haalt of zingeving en dergelijke. Maar beloning kan ook heel erg een rol spelen buiten je werk in relaties met mensen. Ja. En in de gesprekken die wij met elkaar hebben gehad, ben jij daar eigenlijk heel erg achter gekomen. Ik denk dat dit bij jou. Ik, 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 ik wil niet te veel voor je invullen, maar misschien wel de, wel de echt de grootste is, ja. de belangrijkste. Ja. Dat je er eigenlijk achter bent gekomen dat jij jarenlang heel veel hebt gedaan. Heel veel bijeenkomsten bent geweest, vriendschap hebt onderhouden. Ja. Terwijl je daar niet. Uitkreeg wat je erin stopte. Ja. Maar goed, ik laat het woord even aan jou, want ja. het gaat om jou. Ja, ja uh, klopt voordat, dat? Ja, dat klopt. Uh, voordat er dadelijk uh, uh, vroegere vrienden zijn. Die, waar ik geen contact mee heb en denken: van, Oh, het heeft nooit iets betekend. Uh, dat dat, dat klopt. Dat klopt aan de slag. Nee, dat is het wel. Ik ben echt wel blij. Met de keuzes die ik heb gemaakt. En ook de vriendschappen die waar ik dan geen contact meer mee heb. Maar wat ik wel heb gemerkt, is dat ik gewoon zoveel dingen heb gedaan. Uh, die energie kosten. Waar ik eigenlijk vrij weinig energie uit ja, heb gehaald. Waar je niet voor beloond werd. Dus nee, uiteindelijk. Klopt. Ja. En dat, dat heeft natuurlijk ermee te maken wat je dus naar je toe trekt. Qua sociale activiteiten en, en nou ja, weet ik veel wat allemaal. Ik denk dat ook een, een, een verschil is dat jij hebt een. Ik heb een, een hele ik heb allemaal verschillende vriendengroepen. Ja. Een heel, heel gefragmenteerd sociaal leven. Ja. En dat zorgt natuurlijk ook gewoon, ook al vind ik het lieve, leuke mensen, voor best wel wat stress. Ja. Omdat die allemaal een plekje en aandacht vragen. en een plekje willen in mijn leven, et cetera, et cetera. En dat ik erachter ben gekomen dat ik daar gewoon. En mijn grenzen in moet stellen, dat ik niet alles moet volplannen, alles moet volproppen met activiteiten, evenementen, borrels, weet ik voor wat. En dat het ook niet hoeft. Ja. Uh, het is niet nodig. En ik denk dat ook een groot probleem is dat veel mensen misschien ook niet bewust zijn van het feit dat bijvoorbeeld sociale activiteit met mensen afspreken. Want ik had het met een vriendin erover, die dan zegt, van, ja, ik. ik, ik ben leuke dingen aan het doen. Met mensen aan het afspreken. Met vrienden. Dit en dat. En dat ik op een gegeven moment ook zei: van ja, maar. Volgens mij ben je een heel introvert persoon en dit kost heel veel energie voor jou. Ja, precies. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die ja. niet goed beseffen ja. dat sociaal contact of dingen doen of plannen ja. gewoon veel meer energie kost dan ja. het opleven en dat het niet erg is, nee. want het hoort bij hen als persoon en het hoort bij hun persoonlijkheid. Uh, maar dat heel veel mensen daar geen rekening mee houden. Dus ik ben gaan beseffen dat ik voor mijzelf heel erg moet gaan afvragen. Vind ik het leuk om te doen, krijg ik hier energie van? Ja, dat, een goede vriend van, van ons, van mij en ook van jou, Juri. Ook een van onze luisteraars hoor, Juri. Ja. Wat ik daarvan heb geleerd, echt al jaren geleden, is dat geen zin hebben. Een, perfecte een, rede een perfecte reden. Perfecte ja. reden is om iets niet te doen. Ja. Ergens geen zin in hebben betekent, de activiteit die ik nu ga ondernemen, hou ik minder beloning uit, want dat is, of, of voldoening uit, ja. dan wat ik erin moet stoppen. Dat is geen zin hebben. Ja, ja, en, 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 het is, ja? en wat heel leuk is. Wat, we hadden het de vorige keer al uh, over in een gesprek uh, van ons. Dat jij vroeger. als we iets gingen drinken met, met uh, studievrienden en zo. Dat jij zei: Ik heb geen zin, en ja. dan mijn reactie is: Ja, maar soms moet je zin maken, ja. dan wordt het leuk. Ja, dat jij want het tegen... gewoon de essentie was van het probleem ja, voor ja, mij. Ja, precies. Wat je, precies. Dat was eigenlijk jouw probleem. Ja, ja precies. Ja. 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 Ik kan me dat nog heel goed herinneren dat jij dan volgens tegen mij ging zeggen: Ja, maar soms moet je gewoon zin maken, want ja. dan wordt het op een gegeven moment wel leuk. Terwijl ik ja. dacht: Ja, maar ik heb helemaal geen zin. <laughs> um, en ja, en dit, nu hebben we het over, over uitgaan en dergelijke. Maar dat geldt ook voor vriendschappen. Ja. Of relaties met mensen. Maar ja. laten we het even over vriendschappen hebben. Er zijn soms vriendschappen, tussen aanhalingstekens. waar je min, minder uithaalt dan dat je erin stopt. Ja. En kijk, laten we duidelijk zijn: soms kan er een periode zijn in een vriendschap dat dat zo is. Maar soms heb je een vriendschap die gebaseerd is op die ongelijkheid. Dan is het ook helemaal niet erg. Dit is weer een tip om die vriendschap te beëindigen. Ja, klopt. Want het, het kost je heel veel energie, maar je haalt er niets meer uit. Je wordt er verdrietig van, je hebt er een schuldgevoel bij enzovoort enzovoort. Ja. Je gaat er ook weer over piekeren, je probeert de controle over te houden. Het is op een gegeven moment klaar en het is helemaal niet erg. Om vriendschappen op te zeggen. Ja. Gewoon nou, niet. Of, of misschien dan nog een, net één een stapje uh, ervoor. Om uh, grenzen voor jezelf te stellen. En duidelijk te maken naar de anderen. Of de verwachtingen duidelijk te maken. Ja, uh, ja. Vriends... ja of op, vriendschap opzeggen. Oké, okay, maar ik, ik, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja. ja dus dat, dat, en, en dan is het toch weer de essentie die grenzen stellen. Ik krijg toch ja, een beetje stellen. het gevoel dat dat grenzen stellen ja. in elk aspect wel ja, de kern klopt. is. In dat. Uh, ja. In dat opzicht. En er zijn heel veel mensen die die grenzen niet voor zichzelf stellen. En ja, soms is het uit onzekerheid. Soms is het omdat ze validatie willen krijgen van anderen. Nou ja, soms controle hebben we het net over hebben controle gehad. Controle willen ja. hebben, ja. Dus ik vind dat wel uh, een essentieel, essentieel onderdeel in de tips die we, die we geven. Dat die grenzen stellen heel belangrijk zijn. In ja, die, uh, absoluut. Ja. En ook, ook natuurlijk, dat lijkt me, lijkt me duidelijk, ook op werkgebied. Ja. Is het werkgebied. Is het werk wat ik doe, wel hou ik daar nog beloning, dus energie uit of niet? Ja. En dat, dat komt echt neer op eerlijk zijn tegen jezelf. Je ja. hoeft. En dit is gelukkig, kan ik dit zeggen, omdat wij in Nederland wonen met een. waar het economisch. Waar, waardoor je dit soort dingen dus tegen jezelf kan zeggen. Maar je hoeft uiteindelijk geen werk te doen. waar je elke dag met tegenzin naartoe gaat. Want ja. dat op een gegeven moment. brandt dat je op. Ja, klopt. En ik denk ook dat het weer dat stereotype dat het vaak als, als normaal gevonden wordt dat je geen zin hebt in je werk ja maar of dat is dat helemaal het, niet normaal nee. maar, ja, maar het, dat kan wel een keer natuurlijk ja, ja klopt Tuurlijk ja. heb ik ook wel eens een, een paar dagen dat ik denk van je maar maar goed en dat is dan ook wel weer belangrijk zodra ik dan op mijn werk ben heb ik het wel weer ontzettend naar mijn zin maar als je dag in dag uit met tegenzin naar je werk ja. gaat ja. ja maar het is een kwart van je dag ja Kwart ja, van je dag, ja. van je week, van je leven, weet ik ja. veel wat. En als je dan gewoon heel goed over nadenkt. als je gewoon een, de, 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 een kwart van je dagen. eigenlijk bezig bent met dingen waar je helemaal geen zin in hebt. Ja. of met tegenzin doet. Dat, 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 dat wens je niemand. Nee, inderdaad. Dus wat dat bij mij concreet betekend heeft. is dat ik nu bij veel, of bij eigenlijk bij alles wat er mij gevraagd wordt om te doen. dat ik goed bij mezelf te raden ga. Haal ik er iets uit of doe ik het alleen maar vanuit behoefte aan controle? Ja. Want dat is het vaak. En ik denk ook dat het. Ik, ik weet niet of, of dat bij jou ook zo is, maar bij mij kan ik het stiekem altijd wel aanvoelen. Of ja, ik iets, ja, ja, iets wel ja, ja, ja. of niet wil doen. Of, ja, ja, ja. Uh, en ik denk dat dat. En dat is natuurlijk moeilijk. Daar kan je niet echt een praktische tip voor geven. Maar ik denk dat het handig is om eraan te werken. In ieder geval bij jezelf. Dat je naar jezelf luistert. Of in ieder geval diep naar binnen kijkt. En eerlijk bent over of je iets wel of niet wil doen. Ja. Ik denk dat het handig is om te doen. Want je weet stiekem echt wel of je iets wel of ja, niet wil doen. Zeker. Nou, de laatste gebied is waarden. Ja. En dat is de vraag: wat vind ik belangrijk? Ja. En daar, Ach, het meest belangrijke onderdeel, misschien wel. Ja, dat is wel. Dat komt eigenlijk. Het is eigenlijk het meest fundamentele. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb voor mezelf een tijd geleden de beslissing genomen om minder materialistisch te leven. Dus simpele keuzes te maken in kleding. Niet überhaupt gewoon niet veel kleding of andere spullen kopen. En omdat ik erachter ben gekomen dat ik dat eigenlijk helemaal niet belangrijk vind. En sinds ik steeds duidelijker voor mezelf heb, wat vind ik belangrijk? kan ik daar ook steeds weer betere keuzes in maken. Ja. inderdaad. En daarom is het, ook, is het ook fundamenteel. Omdat je daardoor ook kan zien van oké, okay, waar haal ik beloning uit? Uh, en dergelijke. Ja, dus, priori ja. De, de prioriteiten die je uh, ja. dan stelt, in wat, ja. waar je uh, energie en tijd. In wil steken. Ja. En je zei het goed toen je het zei. van ja, Het is het meest fundamentele. Het meest fundamentele aspect. Omdat. eventjes bedenken van wat je wel of niet belangrijk in het leven. is is natuurlijk. Uh, nee, daar kom je, je langzaamaan hand achter. Ja. ja. Dat, dat is niet iets wat je binnen een dag kan doen. en daar gaat echt wat tijd in één zin zitten. Maar het is wel eigenlijk me, de meest fundamentele oplossing. Om ja. goed na te denken over wat je wel of niet ja. belangrijk vindt. omdat je dan. Veel eerlijker en duidelijker je je dagen in kan delen. Absoluut. Ja. En kan prioriteren wat ja. je wel of niet wil doen, of waar je wel of geen energie in wil steken. Ja, precies. En dat, is, dat uitzicht op mijn werk. Door en daardoor kan je dus dat heeft ook weer te maken met welke, met welke taak doe ik wel en niet. Er zijn soms wel eens taken die mij worden opgelegd waarvan ik de waarde letterlijk niet inzie. Omdat ik. In mijn dagelijkse praktijk in het klaslokaal niet inzien waarom dat belangrijk zou zijn. En dan doe ik het dus ook simpelweg niet. Omdat het niet is waar ik achter sta. En ook in vriendschappen of in relaties, überhaupt met familie en dergelijke. Nou ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, WhatsApp verwijderen. Ja. Ik ben erachter gekomen dat. De waarde die ik omtrent communicatie heb, is niet het iedere dag de hele tijd maar informatie heen en weer zenden. Maar dat vind ik veel meer gesprekken zoals wij die nu hebben. Ja. Of bellen met mensen. Dus echte gesprekken. Dat is wat ik belangrijk vind in het leven. En ja. toen ik die beslissing, toen ik daarachter kwam, dan kun je al die rest laten vallen. Ja. En bijvoorbeeld, nog maar een voorbeeld. Mijn auto, ik heb een auto uit 2002. Dat is echt een hele oude auto. Ik ben er ontzettend gelukkig mee. Want het is niet belangrijk voor mij om een hele dure auto te oh ja. hebben of dure ja. spullen om te laten of te laten zien dat ja. ik geld heb. Dat is ja. voor mij helemaal niet belangrijk. Nee. Het is ook wel belangrijk om te vertellen dat dat zo'n proces ook best wel een tijd een tijd kan kan duren. Zeker. Want we zijn we zijn hier nou, ik denk wel echt een, een aantal jaar mee bezig. Ja. En dat, dat, dat gaat langzaam, maar ik denk dat het belangrijkste is. En ik denk dat dat heel veel mensen ook wel afschrikt. Hè? Dat het eigenlijk zo fundamenteel is. Dat je zo goed moet nadenken ja. over wat je wel of niet wil doen, of wat je wel of niet belangrijk vindt. Ja. Dat mensen het eng vinden om daar überhaupt ja. mee te beginnen. Ja, en dan dus maar mee gaan doen aan wat hen verteld is. Ja. Want dat is natuurlijk. Dat, dat, dat hebben mensen die op een gegeven moment een midlife crisis hebben. Die komen erachter, is dit het dan? Ja. Want zij hebben hun hele leven een narratief gehoord... van je moet veel geld verdienen... en een groot huis hebben... en een grote auto enzovoort ja. Een goede baan hebben daar... heel hard voor werken... en bijna een burn-out hebben. Ja, maar wel, ja. maar, en dan komen ze erachter van... oké, okay, maar is dit het dan? Ja. Daarmee zeggen, zeggen, zeggen wij allebei niet... dat die in, uh, institutionalisering van het leven... om het zo maar te zeggen... dus een studie afmaken en een baan hebben... dat zijn allemaal heel belangrijk. Ja, klopt, ja. Dat zijn allemaal hele... dat is eigenlijk gewoon heel belangrijk... in een mensenleven. Maar... Dat betekent niet dat je mee hoeft te doen aan de rat race, zoals dat wordt genoemd. Van ja. steeds maar meer, 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 Klopt. meer. Ja. En zodra ik, toen ik dat heb losgelaten, dan kom ik erachter. En dat sluit ook trouwens ook gelijk bij, ook weer bij werkdruk aan. Want wat heb ik op een gegeven moment gedaan? Ik ben gewoon minder gaan werken. Ja. Minder werken betekent minder geld. Maar omdat ik al duidelijk had voor mezelf dat ik geld niet belangrijk vind. Dat ik relaties belangrijk vind en... Um, natuurlijk wel een, een, een bepaald inkomen. Zodat ik wel mijn, mijn eten en dergelijke koop. Ja. Ik bedoel, ik, ik ga niet met nul euro per maand leven. Maar toen ik daarachter ben gekomen, dacht van oké, okay, maar dan kan ik ook minder gaan werken. Ja. Zonder dat dat een probleem voor me oplevert. Klopt, ja. Ik vond het heel moeilijk om een, een pad voor mij te zien waar ik naartoe wilde. Ja. Wat was het doel? Wat, wat, waar ging ik heen? Wat wil ik bereiken? Uh, nou ja, al die hele, hele kleine vragen in het leven. En op een gegeven moment dacht ik van misschien moet ik nadenken over wat ik minstens. Wil bereiken? Wat is het minste wat waar, waar ik gelukkig mee zou kunnen zijn? En er kwam een soort, een soort besef, een doordrongen besef dat als ik in een, een boekenwinkeltje zou kunnen werken totdat ik 60 of weet ik voor ja. wat ben, dan vind ik het eigenlijk wel prima. Ja. En ik, dat is dat. Het is iets wat ik heel moeilijk vind. Ja. omdat ik af en toe. Want ik ben natuurlijk ook in de politiek actief. En dan zit er toch vaak iets intrinsieks in. Van ik wil steeds hoger op. Ik wil ja. dingen veranderen. Grootscheepse uh, keuzes maken. En weet ik voor wat. Ja. En dat het soms botst met eigenlijk een, een, een inherent gevoel. Van het hoeft allemaal niet zo groot. Nee. Het hoeft niet zoveel. Nee, Als precies. ik echt gewoon een klein huisje nee, heb, ja, ja. dan vind ik het prima. Ja, precies. En dat is, heeft natuurlijk bij mij ook jarenlang meegespeeld. Het, het, de, de drang naar status ja. en erkenning ja, ja. en vooral de, erkenning ja. is dat ja. ja dus waar we eigenlijk achter komen is maak duidelijk voor jezelf wat je belangrijk vindt en maak duidelijk voor jezelf waar haal ik beloning uit waar krijg ik energie van waarvan niet ja. en zodra je dat duidelijk hebt dan hoef je ook geen controle meer te willen nee. te houden kan je grenzen stellen kan, kan je, je grenzen je stellen ja. En dat is niet van de een op de andere dag gedaan. En dat, nee. is, dat proberen we nu ook niet, niet, niet te zeggen. Maar, maar dat is bij mij wel een proces geweest van de afgelopen jaren. Waar ik via YouTube en andere kanalen in aanraking ben gekomen met andere ideeën over het leven. Bijvoorbeeld ja. minimalisme, waar ik het uh, net ja. over heb verteld. Of uh, mensen die een hele hoge opleiding hebben gehad. en op een gegeven moment hebben besloten te stoppen ja. met. Knijten van geld verdienen om ja. F, ja, iets te gaan doen waar ze echt voldoening uit halen. Dus ik wil ook onze luisteraars aanraden om ook daar je open ogen voor te openen. Ja. Dus concreet afsluitend. Ja. Wat vind ik belangrijk? Waar haal ik beloning uit ja. en waaruit niet? Ja. En vervolgens, eigenlijk zijn dat de meest fundamentele. Ja, en vervolgens klopt. kun je dan. De beslissingen die je maakt, daarop baseren. Ja, want daaruit kan je grenzen stellen, ja. kan je prioriteiten stellen. Ja, precies. En het zorgt ook voor een, een rustiger leven en ja. gevoel. Ja, want je hoeft minder ballen omhoog te houden. Ja, klopt. Ja. En het is echt een cliché, maar ik ben daar echt van overtuigd. Less is more. Ja. Hoe minder je ballen je omhoog hoeft te houden, hoe beter leven je hebt. Ja. En een van de meest belangrijke adviezen vind ik toch nog wel dat je met die grenzen stellen en met die prioriteit stellen dat je tijd voor jezelf moet inbouwen. Ja, Bouw, zeker. Plan rust in. Ja. En dat klinkt heel... Dat, dat, ik hoor dat steeds meer mensen dan ook zeggen als, we, als je dan zoiets zegt en neem wat meer rust of ga eens op de bank zitten dat mensen dat bijna naar vinden om te horen. Zo'n ja. zo cliché zin waar niemand iets mee kan. Ja. Maar uiteindelijk klopt het wel. Je ja. moet tijd voor jezelf inplannen om niks te kunnen doen. Ja. En dat is ook wat wij uh, gaan doen de ja, komende gaan twee weken. Doen, ja. <laughs> Want wij gaan op vakantie. Klopt, ja. En, en over twee weken zijn we weer terug met een yes. nieuwe aflevering. We hebben nog niet nagedacht waarover. Dus dat uh, zullen jullie snel horen. Ja. Meld je aan voor onze nieuwsbrief via gezwevendepodcast.nl. En dank je wel weer voor je tijd. Yes, ik vond het leuk. Ik ook, zeker. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.